Er is natuurlijk één allerbelangrijkste vraag die op onze lippen brandt. Gaat het door? Ja, Chris, het gaat door. In een speciaal ingelaste persconferentie maakte Bettina van Klaveren van de 3 Oktobervereniging en wethouder Yvonne van Delft vandaag bekend hoe de viering van Leids Ontzet er dit jaar uitziet. We willen de mensen niet allemaal op één plek, namelijk allemaal op de kermis of allemaal bij de Nieuwe Rijn. We willen juist kijken of we op meer plekken dingen kunnen organiseren, zodat er eigenlijk van de stad, de mooie stad die we hebben, gewoon beter gebruik gemaakt kan worden. Nou, we hebben al eerder gezegd dat we daarom de muziek op boten gaan plaatsen die varen door de stad heen, overal waar water is, om toch gezelligheid in de stad te maken. Maar wel te zorgen dat mensen niet op één plek blijven hangen, maar dat je wat meer doorloop krijgt. Voor de cafés die niet aan het water liggen, daar kan er wel muziek komen. Betekent wel dat het een wat lage milieucategorie is, hè. Dan hebben we het over 2A. Maar er kan daar wel wat. Dus de suggestie dat er niks meer zou kunnen, ja, daar wil ik echt ver weg van blijven. Volgens mij wordt het een hartstikke mooi feest. Voor het andere waar we rekening mee moeten houden is natuurlijk de coronamaatregelen zoals ze nu gelden. En het belangrijkste is daar de kermis. De kermis zal kleiner worden dan wat we de andere jaren gewend zijn, omdat de kermis ook in jargon afgehackt moet worden. Dat betekent dat je met testen voor toegang de kermis in kan en dat we het Schuttersveld leeg zullen laten en ook het stationsgebied, dus het station, de stationsweg, zal niet meegenomen worden, omdat we een overzichtelijk terrein moeten creëren waarbij je echte plekken hebt waarbij je kunt testen voor toegang en het kermisterrein op kan. Dat betekent dat je daar dus niet de 1,5 meter hoeft te houden en het is een doorstroomlocatie, dus mensen kunnen gewoon doorlopen. Het tweede wat we gaan organiseren is het Leidens Ontzet Festival. Dat is het Jongerenfeest. Het Jongerenfeest zal gaan plaatsvinden in Park Matilo. Dat wordt georganiseerd door het team van PUUR, PUUR Festival. Dat feest is toegankelijk voor 15 tot en met 28-jarigen uit de regio van Leiden. Er is in ieder geval plek voor 6.000 bezoekers. Het is wel zo dat tot nu toe voor evenementen een maximum aantal deelnemers van 750 deelnemers geldt. We zullen dus moeten kijken of we uiteindelijk dit feest door kunnen laten gaan. Dat hangt natuurlijk af van het aantal kaarten wat verkocht is, maar ook van de maatregelen. Wij hopen, wij hebben de fingers crossed op versoepelingen, zodat er echt veel meer jongeren daar ook daadwerkelijk in kunnen. De traditionele optocht gaat niet door, maar voor een taptoe ziet de organisatie wel mogelijkheden. Ja, want dat zei ik ook. We proberen, en daarom hebben we ook zo'n mooi thema, dat is veerkracht. We proberen toch, met de kennis van vandaag zou je eigenlijk zeggen dat kan niet doorgaan, want die 1,5 meter, beste 3 Oktobervereniging, die moet je handhaven. Maar daarvan hebben we gezegd, laten we nou toch kijken of we die toch door kunnen zetten. Met een beetje fingers crossed, zoals Yvonne net zei, dat de maatregel van 1,5 meter komt te vervallen. En dan kan die doorgaan. Met een kleine kanttekening is dat we zeggen van hij kan niet op de reguliere manier door de stad heen marcheren. Maar dan gaan we naar een alternatieve route kijken. En dat moeten we samen doen met de gemeente Leiden. Er zijn natuurlijk nog meer onderdelen die je nu nog niet hebt genoemd. Maar die misschien toch niet allemaal door kunnen gaan. Bijvoorbeeld zo'n pleintaptoe. Pleintaptoe gaat door. En het goede nieuws is dat doen we op 3 oktober op het Garenmarktplein. En dat feest wat jullie normaal op de Garenmarkt doen? Nou, dat is op 2 oktober. Dat hebben we eigenlijk al eerder door laten schemeren. Dat we zeggen van nou, oké, in de stad mag er nu eenmaal niet zoveel georganiseerd worden. Dan zou het heel vreemd zijn als wij op 2 oktober daar zelf wel een heel groot feest gaan organiseren. Dus daarvoor hebben we al vrij snel gekozen van die laten we vallen. Kijk, het makkelijkste is te zeggen nou, we doen gewoon niks. Want dan kost het niks, dan heb je ook niks. Wij hebben gezegd, wij vinden 3 oktober zo belangrijk voor de Leidenaren, ook na deze tijd al ruim 1,5 jaar COVID. En als er dan wat kan, dan willen we dat ook gewoon met z'n allen doen. Ook gewoon, nou ja, ik wil het niet dramatisch maken, maar ook te laten zien van dat je er niet onder laat krijgen. Dit kan zo meteen gewoon en wij gaan gewoon, ik ben wat optimistisch van aard, we gaan ervan uit dat er gewoon een hele hoop kan.